Mensen, we zijn begonnen. Reclaiming grounds. We gaan vanaf Col de Baginel. It's Gideon. Gaan we naar Auberg du Haycop. Even het bordje zien. Ja. Die kant gaan we op. Dan gaan we naar het basecamp waar we vorige keer gestrand zijn. En van waar we weer naar huis moesten. En vanaf daar pakken we het avontuur weer op. Het is een stuk kouder als vorige keer. We kunnen geloof ik temperaturen van min 12, min 15 langskomen. We gaan er rustig tegenaan. Party! Hey, vriend. De condities zijn echt super. De condities zijn echt super, zei ik. Ja, zeker. Heel erg mooi. Maar wel uitdagingen. Ja, dat wel. Wil je nog meer? Ik ga niet outdoor met de matties. We zijn er! Auberg du Haycop. Het huisje waar we vorige keer ook uiteindelijk aankwamen aan de klim. Het waait hier ontzettend hard. En het wordt daardoor ineens heel koud. Zelfs de baard van Willem die laat wat ijsvorming zien. Zo, nou we zijn aan de afdaling begonnen. We gaan nu hier naar beneden toe. Oh, sorry, daar ben ik weer. Yo. Naar beneden toe, de vallei in. Naar het hutje waar wij onze eerste basecamp hadden. Voordat we naar huis zijn gegaan. Door omstandigheden. En de reden waarom we eigenlijk dit jaar graag weer terug wilden. Dat was natuurlijk omdat dat... persoonlijk familiedrama plaats heeft gevonden bij twee vrienden van mij, overlijden van schoonmoeder. En eigenlijk een paar maanden later overleed een van onze grote bushcraft helden die in de Vogezen woonde, Erik Verzandvoort. En Erik Verzandvoort heeft ons geholpen in het uitzoeken van deze trip vorig jaar. En een paar jaar daarvoor had ik ook al veel contact met hem. Altijd leuk, altijd via de mail, altijd bereid om te helpen. Nou, die is helaas overleden, 2017. En eigenlijk is het een soort van tribute naar hem en de schoonmoeder van die twee maatjes van me. Dat we toch deze reis willen afronden. Dus we gaan terug naar dezelfde plek, onderaan de berg. En dan gaan we daar morgen langzaam overheen. Oh, jongens, het is hier zo mooi. Het is echt fucking ongelooflijk. Mooiste wat er is, jongens. Winterkamperen, fantastisch. Echt waar, Vogezen. Ga er vooral een keer heen. Onwijs vet, onwijs vet. Ik ga jullie nog veel meer laten zien. Vet shit. Ja. Ah.
Zijn we er, Willem? Donders mooi, man. Ja. Echt vet mooi. Super. Oh, man. Tassie, hoor. Ik voel er niks van, hè, die tas. Weinig. Ja. Ja, je voelt hem. Ja, nou, ik voel die tas ook wel. Tuurlijk voel ik hem. Maar met zoveel gewicht, maar, dan zou het... Heel best. Zou je niet... Zou je niet kunnen dragen. Toppetje, man. Tof dat je erbij bent. Echt super. Ja, leuk. Heel leuk. En dit is een tractatie, man. Arco! Hey, Piggy! Koes! Hey! Hey! Heb ik mijn perfecte shelter gevonden. Hier een mooi gultje achter liggen. Aangezien ik mijn Louie nog niet op ga zetten, blijf hier maar één nachtje. En dan gaan we morgen de Grand Brassoir op. Dus ik ga hier in de geul liggen, mooi onder de sparren. Mooi uit de wind in de kuil. En daar ga ik mijn kamp maken. Een bivakzak en een slaapzak. Misschien wat dennetakken eronder, een zeiltje voor het optrekkende vocht. En dan ga ik het wel redden, denk ik. En anders kan ik altijd Arco nog vragen of hij me warm kan houden. Welkom in mijn huisje. Zo. Ben je er nou al? Hé. Hey. Kijk eens, daar is die, hè. Zie dat, daar. Hé. Goed zo. Ja, nou perfect toch? Ja, braaf. Kom je vanavond hier? We hebben ja verstaan. Wind drukken. Perfect. Leven, jongen, outdoor. Het is allemaal kut. Wauw, mooi plekje. Nou, uitpakken maar. Nou, dit wordt mijn gultje hier. Ik ga even een beetje ruimte maken. Even mijn kleren ophangen. Dus mooi even mijn kledinghangetje maken, dacht ik zo. Dit is mooi dood. Dit gaat er mooi af. Dan heb ik hier een heel mooi kledinghangetje. Alles even netjes achterlaten natuurlijk. Zo. Aanmaakhout, perfect. Zo. Nou. Kunnen we gaan bouwen met de bivak. Bivakzak. Die maar eens uitproberen.
Nou, een slaapplekje ingericht. Volgens mij is het aardig gelukt. Inloopmatje. Hoofdeind, voeteind. Hier komt de zon op aan die kant. Dus dat moet lukken. Nou, even een kapstokje gemaakt. Nou, wat gebeurt je? Zo top. Lekker slapen vanavond. Hoe gaan we deze noemen? Widow on the fridge. Widow in the fridge. Oké. Okay. Ik heb al even een vuurplekje. Ik heb charcloth en berkenbas bij me. Ik heb allemaal blokjes. Ik heb een hele zak met vet uit bij me. Er lag nog droog hout in het huisje. Willen we dat daar laten liggen of willen we dat gebruiken? Ik vind het wel een goede om wat te pakken. Is het ook zeg maar droog als in de hemel? Ja, ligt daar. Is het hout, Jap? Nee. Dat moet ik even blijven hangen, hè? Deze er ook bij? Nee. Ik zou zeggen, let us try. The bridge. Going on the bridge. Weet je, als je wilde naar Veters moest je sturen. Het mooie van Van Gees is dat het hier gewoon mag, hè? Ja, mag hier. Dat kan een broodje. Ik ben hier wel niks. Ik hoor. Nou, even naar het huisje gaan. Om wat noedeltjes te pakken. Nog even wat eten. Jaap's huisje. Jaap en Arco. Dat is Wim. Willem. En voor mij heb ik echt wel het mooiste plekje van allemaal. Bushcraft style. Hij gaat geen zwarte rook vanaf. Zal het wel gezond zijn? Zit je nou gewoon koffie te malen? Ja. Lekker bezig, ouwe. Lekker bezig. Ik weet het niet. Lekker bezig. Waar zijn we begonnen, joh? Ik heb geen idee, maar het is wel koud. Jaapie, nog even een klein lapje erop. Ja, ze moet goed eten. Wat ga je dood, hè? Zo is het ook. Kijk. Jij moet wegwezen. Kijk op. Energie erin. Nou, het eerste dag is het erop. Het is flink koud geweest. Vuur aanhouden was al een hele opgaaf. En ja, hier lig je dan. -7. Beetje af te niften hier al in de open lucht. Het is wel heel gaaf. Het is echt fantastisch mooi. Het is wel lekker fris. Dus ik ga lekker gauw de slaapzak opwarmen. En de kleren droog houden en hopelijk dat we morgen weer een leuke frisse dag tegemoet kunnen. Het is heel vroeg, het is pas 8 uur of zo. Ja, we zijn helemaal af joh, van de reis. Het is ook helemaal nog niet geslapen of zo in 24 uur. Dus het is nu tijd om even een tukkie te gaan doen. Nou. Nou, het is 2 uur 's nachts. Oeh. Even piezen en eigenlijk wel heel erg lekker geslapen, echt wel heel erg lekker zelfs. Ik ben echt net even krap wakker. Ik zit net voor de thermometer te kijken. Nou, ik ben een beetje aan het schudden hoor. Ik weet niet of je het kan zien.
middernacht. En daarom de. Nou. Ik heb zo lekker mijn mandje maar weer in. Je ziet wel de condens flink vormen. Daarbij meteen ijs. En dat hou je toch. Dat komt door het ademen. Voor de rest is hij nice en toasty. Tot later. Nou, het is 6 uur. De teller staat op min 10. Goedemorgen allemaal. Het is 6:30. In de slaapzak werd het echt te koud. Mijn arcootje is ook weer wakker. Ja, Arco? Oké. En het was echt nodig om even vuur te gaan maken. Nu waren mijn schoenen keihard bevroren. Dus die heb ik nu ook aan moeten trekken. En die gaan hopelijk straks weer warm worden. En die bevriezen mijn voeten nu natuurlijk ook. Het is min 11 ondertussen. De zon begint wel weer op te komen, dus dat is mooi. Het gaat nog wel even duren, denk ik. Het licht komt eraan. Ja, het is wel een prachtig plaatje weer. Op televisie. Maar hier is het echt wel fucking freezing. Maar goed, we gaan ons best doen om het weer op te starten allemaal. Een beetje hout zoeken. En even handschoenen aan. Een kou flikken. Mensen, tot later. Nu voor de mensen toch even laten zien, als je je vraagt, of je afvraagt, waarom doe jij dit? Waarom vind je dit leuk? Nou, zie daarachter, er staan de vriendjes om een kampvuurtje heen. Een heel klein kampvuurtje nog. Die staan hun bevroren voeten te ontdooien. Ze hebben hier allemaal geslapen. In hun hangmatjes, hierachter, daar. En op de grond. En op een gegeven moment worden mensen wakker. En die gaan natuurlijk er weer uit. Iedereen heeft goed geslapen. Zonnetje komt op. Kraakie, kraakie helder. En dan vraag je je af, waarom doen jullie dit? Dan zal ik jullie dat eens laten zien. Dit is waarom ik dit doe. Dat is wakker worden, of niet dan? Super vet. Straks inpakken. Gaan we naar de volgende hut. Voor de zekerheid, want Arco is ook mee, de herder. Min 11, toch wel koud hoor, s'nachts. Dus die gaat waarschijnlijk in de hut slapen. Dan gaan we kijken hoe we het verder gaan opbouwen. Dus we gaan eerst naar de nieuwe kamp. Dan gaan we daar kamp maken en dan gaan we daarna eventueel morgen in ieder geval de berg over. Dus. Koud en kokerellen. Ja, koud is het wel, ja. Wel, hè? Hoe is het slapen, Dylan? Echt als een roosje. Ik heb zelfs liggen zweten. Ja, dat dacht ik ook. Maar ik vond het niet erg. Ik heb, ik heb wel lekker gelegen. Ik heb niks te klagen gehad. Zoals altijd belangrijk om even je water te koken voor de volle flesjes en dergelijke. Maar we hebben de mazzel dat het hier gelukkig wel stromend water is. Kijk. Maar is het ijs in de pan. Het is keihard. Dus die gaan we even afvullen. Dan gaan we eerst maar eens even wat ontdooien. Dan toppen we alle flessen weer af. Inpakken. Net goed ontbeten. Dus goed ontbijt gehad. Dat is wel belangrijk. Kijk eens. Zo. Afwassen. Wat is belangrijk.
fire dogs. Zo, even water koken. Zo. Water koken is water zuiveren. Deeltje. Past het er allemaal in, hoor. Oh ja, makkie. Het ook bij jou wel van vroeger. Ja joh, keihard. Helemaal van vroeger, hè. Min 12, jongen. Dan bevriest er nog wel eens wat. Mooi is dat, hè. Ik heb dat maakje dan ook weer mee, wel. Ja, ja, ik vind het wel vet, hoor. Tof is het, Mike. Dit is hartstikke tof. Zeker weten. Natuurlijk is het koud. Ben je aan het filmen? Ja. Oh, sorry, Pik. Maakt niet uit, ik heb het er gewoon bij. Sorry. Ik dacht ik pak even mijn tasje in. We zien de mensen thuis hoe wij dat allemaal doen, jongen. Volgens mij heb ik mijn eitje gebarsten, maar dat maakt niet uit. Ze zijn toch verrozen. Jongen, bevroor die dingen. Genietje komt er door, man. Ja. Maar we lopen naar boven weer. Ja. En dan gaan we kijken wat we gaan doen. Ja, dan ga ik op gaan weer. Hey, Pik! Hé, hey, Pik, hoe ga je het doen? Ah, nee, valsherder. Op zout, gek. Ik ben een foto maken, jong. Ja, heel mooi. Nou, maak een mooi foto. De weg weer vervolgd. Gaat lekker, jongens. Kijken, op naar Le Plat. Le Plat heet het eigenlijk, hè? Zeker. Vet hoor, helemaal boven op de berg. We zaten daar beneden, helemaal onderin. We zijn helemaal omhoog gegaan. We hebben wat vertraging op de lijn. Omdat een van onze medereizigers het even wat minder makkelijk heeft met het lopen. Ze hebben even wat spullen overgepakt. Naar onze eigen rugzakken. En dus gaan we daarmee lopen. Met zijn spulletjes. En dan gaat het allemaal wat makkelijker. Dus we lopen rustig naar de nieuwe locatie. Nou, Alco is even bij de pedicure. Wat vaseline op de pootjes. Jaap is mee van het insmeren. Hij is nog een beetje aan het likken en aan het doen. Het kriebelt natuurlijk allemaal, die balletjes. Dus die halen er elke keer uit. Maar volgens mij doet hij het hartstikke goed. Ja, vind je het leuk? Wat een mooi avontuur, jongen. Bijzonder. Ja, hè? Heel bijzonder. Kijk dan, jongens. Edelherten. Overal sporen van edelherten. Echt. En wat een weer, hè? Fantastisch, jongens. Dit. Zo, we zijn er aangekomen van de hut. Of bij de hut. Sorry voor het spraakgebrek. Een beetje moe. De hut van Le Plat. Oh, kijk dan. Hoe vet.
Helemaal gek. Ja, ik heb bijna zo'n ding. Ja, ik heb heel veel dingen. Net zoals kapstok is leuk en ik heb heel veel ideeën nog. Ja, dat wil ik ook. Ik wil ook zo'n stapelbed gaan maken. Heel vet. Wat lijkt het op veel meer? Je is een pakje zat, weet je? Dat betekent dat trek je ze uit. Als je dat op een vrienden laat zien, dan moet je rondje komen. Je zal het ook bij een plek. Ja, dan moet je wel een hele slappe mooi, jongen. Ja, ik ga je gewoon erin. Ik heb een hele mooie strakke zak. Wel, vooral nu, met deze kou. Nu zeg ik. Ik had er net lol, man. Het leek wel of er 8 jaar was weer. Okay. Nou. Ik voelde me weer een baby. Gozer. Huh? Schreef gozer. Ja. Hoe is het huisje? Koud. Frisjes, hè? Net zo koud als buiten. Kom maar kijken, knul. Mijn bed is opgemaakt. De bedden zijn opgemaakt, ja. Nou, ik zie het, lekker. Wat hebben we daar voor een lampje? Is dat voor jou? Ja, dat is mijn... Is dat jouw vos? Oh, dat is een andere vos. Dat is vos. Dat is een andere vos, hoor. Ik heb een vosje bij je bed. Leuk, hoor, dit. Pick up that. Dat gaat wel lukken, hè? Zeker wel. Een beetje kuiltje maken. Zeker. Wiggle wiggle. Zo, slaapzetje bijna klaar. Klaar voor de, volgens mij, een van de koudste nachten. Vannacht om in 12, dus ik denk dat het nou iets kouder gaat worden. Nu is echt het topje van de berg. En we zijn nu bij Chalet Saint-Hubert. Bij Le Plat. Gelukkig gevonden en we hebben het gehaald met z'n allen. Ook leuk. En, het is tijd om een bedje op te maken. Op het fluffen van de dons. Kijk, het is vannacht weer koud natuurlijk. Moet het niet hebben. Alle condensers er weer uit. Het is weer mooi droog geworden. Het is tijd om weer in zijn huisje te gaan. Ja.
Zo. Lekker. Hier fluffen. Nou, bij een Scandinavische shelter hoort natuurlijk ook een mooi authentiek vuurtje. Ik heb hier een vuurslag. Die heb ik zelf ontworpen. Mark Storm heeft hem voor me getekend daarna. En Leo ten Hoeven, die heeft hem voor mij laten maken. Daar ben ik heel blij mee. Ik ga hem even laten zien. Hopen dat het in één keer lukt natuurlijk. Want het is ondertussen min 8. Dus dat gaat lekker. Het is goed fris vandaag. Nu al. Match. Ik heb vandaag niet heel veel geluk gehad. Wat dat betreft. Ik hoop dat het nou lukt. Kleine weduwe erop. Werkt mooi. Dan hoop ik straks met min 5 te zitten in plaats van min 15. Ja toch? Ja joh. Ik ben blij dat ik hem meegenomen heb. Yo! Hey, water gevonden. Is het heel ver? Ja, het is wel een tak. Het is een heel mooie wandeling, zeg maar. Ja, juist. Ben je tevreden, Mickey? Ja, echt tevreden, Mike. Ja, is het mooi zo? Mooie locatie. Dacht ik. Lekker de min 15. Ja, het mooiste plekje van de wereld, man. Moet je kijken nou. Jongen, jongen, jongen. Fantastic. Jij ligt er ook fantastisch bij, Mike. Ja, man. Zo is het. Maar wat ben je aan het maken, Mirko? Ik ben een Iglo Bami aan het maken. Ik heb een zak gehaald bij de Jumbo. En die heb ik in twee porties onderverdeeld.
Kijk, het is min 10, min 15. Duurt lang. Dus, nou ja. ik ga naar de volgende. Korter. Ik heb Bami. 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 Nog korter graag. Bah. Oh, het is wel gezellig zo, jongens. Stop, wat denk ik. Nog korter. Nou, het is het einde van een mooie dag. Tweede dag. Nu lekker slapen in de Louis. Net het vuur een beetje uitgemaakt, omdat de wind is precies gaan draaien. Naar mijn richting, zodat alle rook mijn shelter in ging. Dus het zal vanaf nu weer rap afkoelen. Ja, dat dacht ik al. Hij stond net op min 3. Is het nou op? Min 7. Kijk, het gaat alweer hard. Goedemorgen allemaal. Het is min 13. Nog steeds dalend, hè? Ik heb allemaal even het vuurtje aangemaakt, want het is met een min 6 slaapzak nu toch wel ietsjes aan de frisse kant. Ik heb een upgradeje moeten doen. Even mijn Shasta laagje erop. Maar, het vuur begint te komen. Het is 5:30. Min 13. Je bent niet goed. Dan lig je dan in je sheltertje. Koud, hè? De rest is lekker binnen in een hutje. Theo, Meer, Koen, Dylan slapen buiten. De rest ligt lekker binnen in de hut. Misschien dat ik vannacht ook even binnen in de hut ga liggen. Even een nachtje helemaal door. En dan doe het laatste nachtje weer lekker naar buiten. Beeldje schudt een beetje. Kijk. En man made fire at night. Misschien moet ik meteen maar even een kopje koffie zetten. Oké. Okay. Solid. Nou, de fuck er dan. Het zal niet zomaar breken, zo'n Billy Ken. Vandaag de Grand Brezoer, Brezoir, Grand Brezoir. Groot Brezoir. Straks omhoog. Dit is de dag, jongens. Zeker. We gaan hem gewoon doen. We gaan hem gewoon pakken. Een jaar later. Pakken wat je pakken kan. Time. Een jaar later. Finish what we started. Zo is het, reclaiming the shit. Yo. Oui, oui, le Grand Brezoer. Grand Brezoer, je valoir. Merde. Merde, putain. Wat vind je van Merky, onze klim? Heerlijk. Lekker, man. Mooi, hè? Ja, joh. Doe wel een stukje omhoog. Heel stuk nog.
Boom, jongen. Nou, dan komen we er vanzelf, toch? Sowieso. Dit is waarvoor we vorig jaar gingen. Dit is wat we van dit jaar gaan afronden. Sowieso. He? Afvinken die shit. Afvinken die rotzooi. Joppie. Maar hij stopt nog steeds niet. Oeh. Lekker hoor. Bijzonder hoe die zigzaglijnen ja. In één keer verdwijnen. Ja, maar dat komt ook omdat de sneeuw ligt, hè? Ja. Die paden die lijken allemaal anders. Maar hij gaat nog steeds precies omhoog. Ja, als je omhoog gaat, ga je de goede kant ja, op. Ja, ik ben nog niet bij de top, zeg maar. Nee, maar het gaat wel goed. Ja, ja, zeker. Het gaat heel goed zelfs. Zo goed dat ik mijn sjaal af ga doen. Zijn jullie aan het filmen? Ja. Godverdomme, mogen we nergens anders over hebben dan over hier. Dat wou je vertellen, jongen. Dan gaan we een mooi verhaal verzinnen, toch? Zijn we live? Dat we op de top van de Bressoire zijn aangekomen voor het eerste 2 jaar. En dat we daar toch even een momentje van gaan maken. Proost. Proost, jongens. Ik heb niks. Ook leeg. Ah. Kom maar, Pik. Lekker bezig, gasten. Lekker. Woep woep. Atzee. Dat is van jongs van een boompje allemaal een lukken, hè? Dan gaat die groeien. Ja, dan gaat die zo. Hop. Zeker. Hop. En dan liggen er 20 meter bomen zo. Dan liggen er zo als kurkentrekkers op de grond. Heel mooi. Valskonen, die is willen leien. Trollvals. Ja, van die Heidi's of zo. Jaren. Hij zit in Zwitserland, hè? Oh ja, ja. Heidiland. Heidiland. Met een grote tieten. Oh, dat is ook iets. Zo. Nou, ik heb kacheldienst. Ik ga nou Dylan wakker maken, want mijn dienst zit erop. Dus het huisje is lekker warm. Goed te zien. Schoorsteen rookt in ieder geval. Dus dat is mooi. De shelter was iets te koud de vorige keer. Vooral met de wind. Nu is er geen wind, dus ik zou in principe wel buiten kunnen slapen. Maar het is nu... 15. Ja. Laatste nachtje binnen is ook wel even lekker. Dus ik zal even dingen wakker maken. Hey Dylan. Dylan. Grappie. Dylan. Ja. Gozer, yo. Kun jij straks de kacheldienstje overnemen? Jazeker. Super man, het is 5:30. Oké, dan ga ik er zo wel naartoe. Ja, rustig aan. Oké. Ik blijf even op je wachten. Nou mensen, de tocht zit erop. De jongens die lopen net daar om het hoekje heen. Daar gaat de laatste. Het is einde van de vakantie, einde van de trip. We hebben een fantastische trip gehad. En ik heb een nacht onder de spar geslapen. Super lekker cozy, helemaal niks erboven. Echt in de open lucht. Min 13, min 14. En nou, dat ging allemaal hartstikke goed. De tweede nacht had ik mijn Louis Scandinavische shelter opgezet. Nou, ik had verwacht dat het echt super zou zijn in de winter. En dat is het ook. Maar helaas stond de wind in het begin gunstig. Nou, vuurtje gemaakt, lekker warm. Ik had op een gegeven moment min 6 of zo in de toko in plaats van min 15. Dus ik dacht, nou, het gaat lekker. En toen werd het avond en toen draaide de boel. Dan ging de wind precies op de roei staan. Dus er was het windchill heel veel. Bij een min 15. En ja, dat vuur dat blaasde natuurlijk al die rook in mijn gezicht. Ik kon echt voor geen meter ademhalen.
die hebben uiteindelijk het vuur uit moeten maken. Ja, toen kwam de windchill om de hoek en dat hielp ook niet met mijn bivakzak. Ik werd echt koud, dat was echt de halve nacht wakker. Min 6 slaapzakje is gewoon niet oké voor min 15. Dus vannacht hebben we het laatste nachtje met een groot aantal in de hut geslapen. En nou, we zijn er weer. We hebben in de hut geslapen, we hebben een vuurwacht gehouden. De hut lekker warm gestookt. Schoentjes ontdooid. Op 3 dagen lang bevroren schoenen aan, dat is ook niet echt lekker. En ze zijn op pad gegaan nu voor de reis terug naar de auto. We lopen even door de bunch heen. Kijk. We staan weer op kop. Akkootje. Akko. Hey Pik. Oh, vlij uit. Mensen, bedankt voor het kijken.